harde muziek en veel watergespetter afgelopen zaterdag in zwembad De Molenhei in Schijndel. Tientallen synchroonzwemsters van Neptunus 58 trainden intensief voor een 2 uur durende zwemshow die binnenkort wordt gehouden. Het moet een waar spektakel worden. Ja, een fantastisch spetterende synchroonzwemshow. We verbouwen het zwembad tot een compleet theater. Alles wordt donker gemaakt met een complete belichting, een discotheek. En het is gewoon een avondje of een middagje uit voor de mensen. Ik heb de meiden bezig gezien. Hoeveel zijn het er die aan de show meedoen? In totaal zwemmen er 28 dames mee aan de show. Van meisjes van 6 tot en met alle trainsters. Het is alweer 4 jaar geleden dat de laatste zwemshow door de zwemvereniging werd gehouden. Corona gooide roet in het eten. Maar nu kunnen de meiden echt los. En ze zijn fanatiek. Klopt, ik vind het erg leuk. Echt mijn passie. Wat maakt het zo bijzonder, synchroon zwem? Ja, het is toch wel bijzonder. En je bent met verschillende onderdelen bezig. Het is niet standaard, je doet één ding. Het gaat alle kanten op, waardoor het toch steeds opnieuw leuk blijft. En nieuw is. Het is ook iets wat je blijft doen, voorlopig. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Zou je nou prof willen worden of niet? Nou, dat gaat hem niet meer worden. Maar ik wil wel in hoeverre ik nog kan, zo ver mogelijk door. En daar zal ik ook alles voor doen. Wat maakt het voor jou zo leuk, synchroon zwemmen? De muziek. Ik hou heel erg van muziek. Vooral de liedjes die je zelf uit mag kiezen en daarop tellen. En ook de oefeningen die je doet. Allemaal rare oefeningen die niemand kan behalve jij, omdat jij ervoor hebt geoefend. Alle meiden kregen zaterdag de kans om hun figuren goed te oefenen op muziek. Het ging er redelijk ontspannen aan toe. Bij toch één van de moeilijkste varianten van het zwemmen. Want je moet lang onder water kunnen blijven, je moet op de muziek kunnen tellen, je moet allemaal tegelijk, je moet allemaal dezelfde bewegingen maken. Dus het is best van de ene kant naar de andere kant, het is gewoon een hele pittige sport. Maar ook een teamsport, je bent erg op elkaar aangewezen toch? Ja zeker, zeker. We hebben natuurlijk solo's, we hebben duetten, maar ook de groepsnummers en je moet het allemaal samen, moeten we doen. De trainster was zaterdag trots op haar pupillen. Er werd een paar uur lang hard gewerkt tijdens de generale repetitie. En de inzet was goed. Nou, er gingen zeker wel dingen fout. Maar ze zeggen altijd, een slechte generale is een goede show. Dus daar gaan we vanuit. Ik ben dik tevreden. Ja, ik denk dat we mooi terug kunnen kijken op een goede training. De zwemshow op 13 november in de Molenhei in Schijndel is helaas al uitverkocht. Maar niet getreurd. Want in januari wordt de show waarschijnlijk nog een keer opgevoerd in het zwembad in Sint-Oederode.